Deze keer ga ik het hebben over ruis. En wanneer heb je ruis? Nou, dat heb je als je je iso-waarde op de camera hoger zet. of je hebt te maken met onderbelichting op je foto. wat je hebt gecorrigeerd bij nabewerking. en de donkere gebieden optrekken. dat gaat meestal ook wel resulteren in ruis. Nou, wanneer gebruik je hoge iso-waarde? Als het donker is. en je wilt toch nog een acceptabele sluitertijd hebben. en je kan bijvoorbeeld niet verder open met je diafragma. Deze foto is gemaakt op ISO 3200. En. Um... Uit mijn hoofd met een diafragma van 2.8 en verder kon het ook niet open, was met een 70-200. Zo op het eerste gezicht valt het allemaal nog wel mee, totdat ik in ga zoomen op 100%. En dan zie je dat er best behoorlijk wat ruis in zit. Al die kleine spikkeltjes, dat is ruis. En dit is ruis uit luminantie, uit licht, wel te verstaan. En je hebt eventueel ook kleurruis. En dat zit er bij mijn camera niet zo op, maar je zou dat hieronder bij de microfoon in de, in de hele donkere gebieden kunnen krijgen. Dan krijg je naast gewone spikkeltjes ook nog rood, groen en blauwe spikkeltjes. Maar we gaan dit dus proberen op te lossen. Nou goed, hoe ga ik dat doen? Ik begin met het dupliceren van de laag en dat doe ik door middel van ctrl-j, de sneltoets. En ik ga bij filter naar ruis, ruis reduceren. En ik krijg vervolgens mijn filter. En je ziet ook, omdat ik de voorvertoning heb aanstaan, dat er ook meteen in de achtergrond een klein beetje verandering is. Nou, dit filter, dit heeft een aantal sliders en daar kun je natuurlijk mee spelen. Het heeft een standaard en een geavanceerde modus. Standaard trek je gewoon alles in één keer over de hele foto en ga je naar geavanceerd, dan kun je eventueel ook nog per kanaal kiezen. Dan moet je zelf even mee experimenteren. Ik hou het voor deze uitleg op standaard. Goed, wat heb je als allereerste? De sterkte. Hoeveel gaat mijn ruis gereduceerd worden? Nou, als ik dat helemaal vol open zet, dan zie je in de achtergrond wat er gebeurt. De ruis wordt het meeste gereduceerd. Ik zet hem toch weer even terug op 5 en met details behouden, als je dat op 0 zet, dan worden alle fijne lijntjes uh, een klein beetje genegeerd. En ga je het op 100% zetten, dan zie je dat uh, de fijne lijntjes wel weer terugkomen, maar daarmee ook je ruis. Nou, ik zet hem weer terug op 50%. Kleurruis reduceren, daar had ik het net over. Als je last hebt van ruis wat, wat bestaat uit gekleurde spikkeltjes, dan kun je met kleurruis aan de slag. En met details verscherpen kun je als laatste stap ook nog bepalen hoeveel details er terugkomen. Maar zet je dat gewoon op 100, dan uh, zie je al wat er gebeurt. Het wordt er niet vrijer op. Die hou ik in eerste instantie altijd op 0. En dat doe ik ook met details behouden. En dat klinkt allebei heel raar, maar het is ergens wel logisch. En we gaan dadelijk toch kijken hoe we dat detail terug kunnen halen. Goed, wat vind ik het meest storende qua ruis? Dat vind ik hier in het paarse gebied in de achtergrond. Dat gaat het meest opvallen. Dus daar ga ik ook gewoon een leuke sterkte voor uitzoeken die me daarvan af gaat helpen. En ik vind dat 9 wel helpt. Vervolgens druk je op ok, gaat Photoshop aan het rekenen en afhankelijk van de grootte van je foto en de snelheid van je computer kan dit even duren. Maar niet getreurd, ga een kopje koffie drinken en het komt wel goed. Als ik de laag uitzet, dan zie je mijn origineel en de bewerkte versie en je ziet ook inderdaad in het oog bijvoorbeeld wat ik aan detail verlies of bij het haar. Maar dat gaan we dadelijk een heel eind terughalen. Er komt nog een volgende stap, want ik ben nog niet helemaal tevreden. Je ziet bijvoorbeeld dat hier toch nog vrij veel uh, ruis in zit. En ook die ga je eruit halen. Je drukt wederom op Ctrl J en dupliceert de laag. En je gaat bij filter niet naar ruis, maar naar vervagen. En je kiest voor oppervlak vervagen. Nou, hier heb je dan twee sliders, de straal en de drempel. En je moet even vogelen met wat van toepassing is. Nou, je kunt de straal bijvoorbeeld eens beginnen op uh, 20, om al wat te noemen. En wat het nou gaat doen, is het gaat het vager maken van alle aaneengesloten gebieden. En. Als ik bijvoorbeeld een klein stukje opschuif, dan zie je beter wat er gebeurt. En als je hoog aan de drempel trekt, dan worden die, die grenzen worden heel klein en ga je dus heel veel vervagen. En hou je de drempel kleiner, dan valt het allemaal wel bij mee. Nou, en je gaat eigenlijk op zoek naar een punt waarbij je net dat gebied ziet vervagen. Maar waarbij het nog wel acceptabel is. Ik kies voor een uh, straal van 4 en een drempel van 10 in dit geval. En ik druk op OK. Nou, ruisreduceren kan lang duren. Oppervlak vervagen kan eigenlijk soms nog wel eens langer duren. En dat valt in dit geval gelukkig wel mee. Zoom ik dan uit. En kijk ik terug naar het origineel. De alt ingedrukt houden en op het oogje klikken. Dan zie je dat er eigenlijk weinig is gebeurd. Ga ik terug inzoomen naar 100%. Dan hebben we best een verschil. Nou, wat gaan we doen? We gaan deze twee lagen. Groeperen, dat doe je met Ctrl G, en we gaan een laagmasker daar overheen zetten. En wat we nu gaan doen is gewoon heel simpel in het laagmasker gaan tekenen met de kwast waar we het allemaal niet toe willen passen. Ik doe dat even heel grofjes. En als ik nou inzoom, dan zie je dat ik eigenlijk in mijn achtergrond een bergruis kwijt ben, maar in mijn voorgrond niet. Dat zou één stap kunnen zijn, alleen soms wil je toch nog een klein beetje ruis reduceren in het gezicht. Dit is bijvoorbeeld op 100% en ik vind dat er in het gezicht toch te veel ruis zit. Nou, als ik op mijn laagmasker klik en bij eigenschappen dan kan ik eventueel de dichtheid nog aanpassen. En dan ga ik zo stiekem toch het zwarte in het laagmasker wat lichter grijs maken en ga ik daar toch selectief een klein beetje ruis uh, reduceren. Ja, ik ben detail kwijt, maar dat zul je altijd hebben met ruis reduceren. Ga je nu weer verscherpen, dan ga je toch nog weer gewoon dingetjes terughalen. Um, dat geeft op zich niet. Je moet ook een beetje denken aan het grote geheel. Het is natuurlijk gewoon onderkunstig. Het is bij een concert waar het licht gewoon donkerder is. En um, ruis hoort daar gewoon bij. Dat is helemaal ruisvrij. Dat gaat je gewoon nooit gebeuren en daar moet je ook echt niet van wakker liggen.